Sander Michiels en ik studeer in Antwerpen en ik doe een project rond skaters in de stad en dat noemt Passie. Het project draait rond skaters in de stad, dat hun eigen videomagazine maken in Antwerpen zelf, dus echt de lokale scene. En dat wil ik dan gebruiken om de stad zelf iets bij te leren over skaters. Heel belangrijk denk ik is omdat skaters worden vaak aanzien als krapul en lastpakken en zo. En dat wil ik eigenlijk een beetje wegnemen en in de plaats zetten dat het eigenlijk gewoon creatieve jongeren zijn. Onder Verheelden willen wij inderdaad een theaterproject doen. Het is vooral uit het feit dat we allebei veel contact hebben met jongeren en kan zijn met jongeren. En dat we ook het gevoel hebben van, dat er wel interesse vanuit hun kant is om iets te doen met theater. Jongeren vinden theater eigenlijk heel leuk, maar ze kennen dat gewoon nog niet. Ja. Veel jongeren kennen het gewoon niet. En ja, het is zeker, zelfs als we dan niet de grote prijs winnen, dan willen we er zeker verder rond werken. Ja. Ik zou gewoon graag de jongeren willen motiveren en nieuwe trucs met ballen leren aanleren. Dat dan vooral over basketbal. Dus ik zou uiteindelijk gewoon alle scholen willen afgaan. Lesgeven balhandling en om uiteindelijk naar een eigen jeugd te krijgen waarvan ik voorheen samen shows mee in elkaar kan steken. Wij willen graag een studentenradio voor Antwerpen. Daarmee willen we heel veel mensen bereiken. Jongere mensen die bijvoorbeeld niet alleen naar radio komen luisteren, maar ook die komen leren hoe radio in elkaar zit. We zijn met 5 studenten van de Plantijn Hogeschool die journalistiek studeren. En er is ook nog 1 student bij die afgestudeerd is in webdesign. En ja, die troef kunnen we natuurlijk goed uitspelen om onze website te maken. Alle studenten steden hebben eigenlijk een studentenradio, Leuven, Gent, Brussel. En wij eigenlijk niet. En aangezien dat Antwerpen in 2011 de Europese jongerenhoofdstad is, kunnen wij echt niet ontbreken. Mijn project heet Knutsel Frutsel. En ik zou heel graag op scholen komen en daar een lezing op maat naar de kinderen toe geven, samen met dove personen, hoe het is om doof te zijn, hoe het voelt, misschien een initiatie Vlaamse gebarentaal. Ik vind het heel belangrijk dat dove kinderen gewoon mee kunnen doen met horende kinderen, dat horende kinderen die erbij stilstaan, dat er ook dove kinderen zijn en dat die ook wel graag knutselen. We gaan het straat naar het museum brengen en het museum naar het straat. In de vakanties gaan wij dat organiseren. Dan gaan wij met de jongeren naar het museum en dan maken die daar hun eigen interpretatie van, een week lang. En dat gaan we dan naar de straat brengen. Veel te weinig jongeren vinden die weg naar het museum. Het museum is vaak koud en stil en we willen aantonen dat dat echt niet waar is. Cool.